Wij richten ons op uh, de ondernemers, professionals, iedereen die zakelijk, ambitieus, open-minded met zijn carrière bezig is. En die behoefte heeft aan relevante content. En die dat niet op televisie vindt, en die het ook wel eens gehad heeft met de klassieke radiozenders in de auto. En die meer en meer op zoek gaan naar via YouTube, via podcast, naar relevante content voor hun. Daarvoor zijn we er. Als het jou boeit, dan is 20 minuten helemaal niet lang. Zij hebben liever een toffe serie die heel duidelijk gebrand is door een merk, dan dat ik, ze bemoe dat ik ze lastig val met allemaal irritante pre-rolls. Waar ze totaal niet in geïnteresseerd zijn. Bedrijven die meer en meer merken dat alleen maar advertising steeds moeilijker wordt om uh, jezelf te presenteren aan jouw klantendoelgroep, aan jouw doelgroep. En dat langzamerhand, nou, noem het content marketing of branded content, dat het steeds interessanter wordt om zelf content te maken. Alleen om dan als bedrijf te zeggen. oké, okay, dan gaan wij. Toffe gesprekken maken, dat is nog best een dingetje. Want hoeveel bedrijven dan die lopen te klooien met cameraatjes en ergens in een kantoortje dan een greenscreentje plaatsen. En wat wij dan zeggen is: van luister, wij hebben de studio, we hebben de presentatoren, we hebben de redactionele formats. Uh, wij dagen jou uit om samen met ons interessante gesprekken te maken. Iedereen weet dat als jij video en audio inzet op je eigen website, social media kanalen... dat dat gewoon meer engagement, meer traffic... dus als je verhalen gaat vertellen via je eigen kanalen. Dus, dus die drie traps. Hè. Dus wij nemen ze zorg uit handen door het gewoon voor hun te regelen. Twee, we hebben een platform waarop we het publiceren... waarop ze een heel gericht bereik krijgen. En drie, ze krijgen die content ook nog eens een keer voor eigen gebruik. Ja, dat maakt ons wel een, ja, een, een unieke partij. Wij zoeken bedrijven die zeggen: In dit domein, op deze, op deze thema's willen wij samen met CVD-TV toffe content maken, zodat ons merk zichtbaar wordt en we laten zien dat we betrokken zijn bij dit thema of bij dit onderwerp. Bedrijven zijn nog niet gewend om met een platform samen te werken waar ze mogen meedenken over de content. Want, nogmaals, in het klassieke medialandschap is dat natuurlijk een no-go. Je mag sponsoren, maar de redactie is onafhankelijk en daar wordt geen overleg. Uh, gevoerd. Wij doen dat openlijk wel. Wij gaan samen met die contentpartners content maken. Uh, en dat is natuurlijk een heel ander uh, principe dan dat je dat vanuit het klassieke journalistieke. Principe doet. Het is in niemands belang, ook niet van die wat wij content partners noemen, die bedrijven die met ons samenwerken, het is niet in het belang van dat bedrijf, niet in het belang van CVD-TV en al helemaal niet in het belang van de kijker om wc verhalen te gaan maken. Want die werken gewoon niet. Onze video's die gemiddeld 20 minuten lang zijn, worden gemiddeld op YouTube bijna acht minuten bekeken. Dat zeg maar één ding, dat is kwalitatief bereik. En dat is heel simpel, dat komt omdat er alleen maar mensen kijken die geïnteresseerd zijn. Het lijkt soms bijna wel dat mediabedrijven in Nederland dat het doel advertising is... en het middel is de content. Bij ZVD-TV is het doel is de content. We hebben daar een drietal uh, pakketten voor en wat je daarvoor krijgt zijn eigenlijk video-credits... Uh, video credits. Uh, en met die videocredits kun je een keuze maken uit de formats die wij bieden. Dat staat allemaal op partner.cvdtv.nl uh, tot in detail beschreven.